heb weer een bekende Nederlander aan de telefoon. René Vroger. Hi René, jongen. Jongen, hoe gaat het? Prima. Heb je net gehoord van Theo? Die heeft een vliegtuigongeluk. Ja, dat is altijd even, de eerste keer is het altijd even schrikken gewaard. De motor vloog in de brand daar in Spanje. En daar moest ik heb het allemaal meegemaakt en gezien, het is echt geen kattenpis. Nee? Oh, dat heb jij ook al eens een keer meegemaakt? Ja, ik ben in 84 al een keer neergestort, in Zaventem. En dat was, dat is geen pretje hoor. Je kijkt inderdaad letterlijk de dood in de ogen. En dat angstzweet kruipt op je rug, maar dat, op een gegeven moment wen je eraan. Hè. Ik heb het nou eens een keer of 16 meegemaakt. En het gebeurt aan de lopende band, maar op een gegeven moment kun je er tegen weer of zo, weet je. Dat het gewoon, dan gaat het in je systeem zitten. Ja, ik ben er nergens meer bang voor. Jij bent 16 keer neergestort met je vliegtuig. Ja, 16 keer bijna dood. Nee, weet je, dat is wat dat betreft, ja, het is een leuke vent hoor, maar het is natuurlijk een mietje eerste klas. Ja, de eerste keer. En je bent op vakantie, hoor ik. Ja, klopt. Ik zit nu net lekker even te lunchen hier in Avion. Een beetje bij te komen, want ik heb natuurlijk een zware tijd achter de rug. Dus ik probeer nu een beetje rust te pakken, maar dat gaat weer moeizaam, hoor, moet ik zeggen. Ja, want je hebt het zwaar gehad, hè? Ja, dat sowieso. Maar ja, weet je, je hebt zo'n moment dat je nou even je rust probeert te pakken. En dan, dan zit je hier en dan word je aan de lopende band gebeld. De jongens uit Amerika, weet je wel, van de week belde George Michael op en die blijft me bellen om voor een duetje. Maar ja, op een gegeven moment moet je die jongens ook gewoon, ja, je moet ze in hun waarde laten. Maar je moet ook je rust pakken, je eigen rust. En ik ben nu volop bezig in de voorbereiding en zo. Dus ja, vanmiddag moet ik dus in Avion, heb ik nog een meetingje. Oh ja? Vanavond zit ik in de US. Ik ben weer voor te bereiden op de marathon van New York. En morgenochtend vlieg ik door naar Algerije. Daar heb ik nog een kleine meeting en dan praten we over wat concepten die we daar nog gaan geven. In Algerije? Dus, daar heb ik ook super veel fans zitten. Hè. Dat is echt dat is fantastisch om mee te maken. En waar ga je eten vanavond? Vanavond eet ik in IJsland. Daar heb ik een klein etentje met wat vriendjes van mij die daar zitten. Maar hoe doe je dat? Wat een leven heb jij toch? Ja, jongen, dit is afzien. Maar ja, ik heb vakantie, dus nu heb ik zoiets. Nou ja, ik red het allemaal wel, maar ik vlieg gewoon met mijn eigen vliegtuig. Ik vlieg ik over. Ja. Ja, en dan gaat het allemaal wel. Ik ben een beetje aan het nadenken over voor het nieuwe seizoen wat er allemaal aankomt, hè. Wat ga je doen allemaal? Nou, ik ben weer met een aantal nieuwe concepten bezig die ik zelf aan het ontwikkelen ben. Ja, dat hebben we al nu al gehoord. Ja, we hoorden dat je wilde iets met covers wilde je doen. Ja, dat leek me heel leuk om eerst wat covers op te nemen, gewoon. Omdat dat is nog niet zo vaak gedaan. Dus ik had zoiets van, is ook iets leuk om te doen. Ja, maar heb je nu iets nieuws? Ik heb natuurlijk die reality show heb ik gemaakt. Ja. Nou ja, dat is natuurlijk ook vrij zwaar geweest afgelopen seizoen. En dat, we kijken. Mensen denken wel dat ik altijd op vakantie ben en zo. Maar als je weet wat er allemaal gebeurt, weet je, dat is... Er wordt soms heel lacherig over gedaan. Dat zit me wel eens les, moet ik zeggen. Ja, maar er keek veel kijkers natuurlijk naar die reality soap. Ja, dat sowieso. Maar het is... ik vind een beetje... Mensen doen wel alsof ik een beetje arrogant, maar ik ben natuurlijk een hele normale volkse jongen gebleven. Ja, nou. Maar ik heb een nieuw concept, Jan. Wat dan? Ik ga een musical maken. René Vroger, de musical. Ja? Ja, dat is iets heel nieuws. Leek me heel erg leuk. Want musical is natuurlijk al iets wat jaren geleden in Engeland fantastisch succes was. Maar dat heb ik eigenlijk weer uit de grondverf getrokken. En daar een heel eigen ding van gemaakt. En dat gaat puur Vroger, de musical heen. Ja, echt waar, ja? Maar het is een probleem hoor, want het is nu al uitverkocht tot 2030. Dat is, geen kattenpis wat dat betreft. Ja. Maar dan ga je een hoop aan verdienen dan. Hoop. Wat is 6 miljard geworden toch? Ja, dat is ook zo. Dus weet je, ik geef het hier ook zo uit op vakantie en het is hier snikkend heet, jongen. En hoeveel... Ik heb net, wel 110 liter vocht verloren hier. 20 op mijn rug. Maar wie gaan er nog meer spelen in die musical dan? Nou? In die musical, ja. Er komen een paar oude bekenden komen weer langs. De Gypsy Kings heb ik weer uitgenodigd. Celine Dion, die heeft even een voorprogramma, een klein dingetje. We zijn bezig geweest met Sinatra, maar die kon helaas niet meer. Waarom weet ik niet. Maar ja, het is niet zomaar wat. Het wordt toch een beetje een soort gala van het jaar. Ken je dat? Ja. Dat, we willen het ook in Rotterdam gaan doen. Dus in Ahoy, dat we een soort gala neer gaan zetten. Ja, maar hoeveel mensen kunnen in Ahoy? Is dat wel groot? In Ahoy kunnen nu zo... Nou, wat is het? Als iedereen gaat staan, dan komen er 6 miljoen mensen kunnen er. Ja, dat is geen probleem voor je. Nee, dat is geen enkel probleem. 6,5 is ook wel eens gehaald.
Ga je hem ook internationaal oppakken dan? Ja, dat is wel weer de bedoeling. Alhoewel, ik moet natuurlijk even gaan kijken of het in mijn tijdschema past. Want ik ben nog ook nog bezig met een nieuwe cd. Ja. Ik ga een test of uitbrengen. Test of vroeger. Ja, en er komen 89 nieuwe nummers. 89. Ja, en daarbij ga ik ook weer aan het eind van het jaar ben ik gevraagd voor een heel uniek project. Ik ga een Holiday on Ice doen. Dus dat is ook iets wat er nog eens bij moet komen. Weet je, dat is, wat dat betreft, jongen, er is een agenda alweer voor gepland en ik heb er bijna geen hoop voor. Ja, maar mensen doen dan altijd zo van, ja, vrogetje dit, vrogetje dat, maar ik word er wel eens heel moe van. Ja, nee, maar goed, dat is dat ja, daar wordt heel lacherig over gedaan. Ja, dat irriteert mij een beetje. Ja. Hey, trouwens, Robert, even een klein vraagje tussendoor. Hè? Wat is er nou weer, ja? Het is geel en als het in je oog komt, dan ben je dood. Het is geel als het in je ogen komt bij een dood, ja? Een trein. Zo kan je uit de oude doos, hè? Ja. Die hoorde ik vroeger al bij Bolle Jan, maar hij blijft goed. Hoe is het met Bolle Jan? Met Bolle Jan, dat is goed. Ik heb hem nu even gestationeerd in een nieuw restaurant waar ik nu mee bezig ben, in Laren. Ja? Dan had ik al een tokootje lopen eigenlijk, maar Bolle Jan gaat nu frikandellen aan de brink opzetten. Dus dat is een heel nieuw concept dat ik eigenlijk weer aan het opzetten ben. Dat doe ik eigenlijk nog tussen neus en lippen door, kun je nagaan. Dat je dat ook nog even bij doet. Ja, ongelooflijk. Maar goed, ik ben nu even lekker aan vakantie toe. Hoeveel restaurants heb je nu? Ik heb nu 57 restaurants puur in het gooi. En nationaal gezien komt dat op een 135.000 restaurantjes. Ja, dat is heel goed. Ja, dat is allemaal in, man. Nou, ik wens jou heel veel. Je zit nu in een hotel, neem ik aan. Ja. Heb je een mooie kamer? Ik heb een prachtige kamer. Het is hier, wat is het? 780 vierkante meter, wat ik hier heb. En ik zit 2 meter van zee af. 2 meter? Dus dat is fantastisch. Ik zit met mijn voetjes in het water, maar dat is me goed ook, want het zweet zit op mijn rug. Dus ik ben blij dat ik even... Ja. Nee, joh, ik ben... Het zal wat kosten. Het zal wat kosten. Half juni was ik in Portugal, toch? Met jullie? Ja, half juni, ja. Nou, dat is ook een half jaar geleden. Een half jaar geleden. Dus wat dat betreft is het maar goed dat ik even eruit lig. Ja, heel goed, heel goed. En wat kost die kamer per nacht? Die kamer hier? God, dat weet ik niet aan, maar ik zal het even vragen. Wat kost die kamer hier? Wat kost die? René Frotjer, ja. Ja? 16,2 schrijft hij op, maar dat is een schijntje, man. Bik? Zeg die grote. Mooie prijs weer gemaakt, hè? Nou, heel goed. René, veel plezier op vakantie en vanavond eten in IJsland. Het zal allemaal wel. We spreken... Het wordt weer zwaar, maar goed, het komt altijd goed. We spreken je later. Lijkt me een heel goed plan. Goed dan, Tas. Doei, dag Bik. Hoi. Hoi. Roger, druk altijd in zijn nou, hey, vanavond IJsland, morgen New York. Ja. En Afghanistan. Ja, ga. Gaat allemaal.